Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland, maar op sommige plaatsen schijnt de zon er nog wel doorheen. Dat zal vooral in het zuiden van het land gebeuren. In de ochtend dus in het noorden bewolkt, lokaal misschien een spatje motregen, maar het stelt niet veel voor. En grote temperatuurverschillen. tussen de 4 en min 3 graden in de ochtend, na een bittere koude nacht vooral in het zuidoosten. Dan vanmiddag uiteindelijk temperaturen van 2 of 3 graden in het zuidoosten en 8 in het noordwesten. Wolkenvelden breiden zich wat uit. Lokaal misschien een spatje motregen, maar stelt niet veel voor. Vanavond daalt de temperatuur in het zuidoosten alweer snel richting het vriespunt, maar de zachte lucht wind terrein, want in de nacht zal het kwik daar niet echt verder dalen. Morgen wordt het 7 tot 9 graden met wolkenvelden. Heel klein spatje motregen, misschien, maar nog steeds zeer beperkte hoeveelheden. Langs de kust staat wel wat meer wind. En dan gaan we de dagen die volgen bekijken, met vrijdag en zaterdag op zich nog niet zo heel veel verandering. Hoewel, vanaf vrijdag gaat de zon toch weer een grotere aandeel hebben in het weerbeeld. De kans op neerslag neemt ook snel af, de wind neemt af en de temperaturen gaan vooral in het weekend weer omlaag. En dan zien we ook weer koudere nachten. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.